Allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog voor de mensen die me kennen. Ik ben Sarah van Boer en ik word gek in mijn hoofd. Het is woensdag en ik had vorige week allemaal leuke beelden gevlogd. Deze week allemaal leuke beelden gevlogd. En mijn fucking SD-kaart is weer kapot. Ik heb een fucking dure SD-kaart gekocht. Want ik dacht never again dat ik mijn SD-kaart kapot ga en alles weer kwijtraak. Maar het is weer gebeurd en ik weet gewoon, ik word gewoon gek. Ik had zo fucking leuke beelden gefilmd. Ik word echt gek in mijn hoofd. Dus, nu ga ik maar weer opnieuw beginnen. Ja, de weekvlog begint op woensdag. En de hele weekvlog van vorige week ben ik dus kwijt. Ik had zo'n leuke bootparty. En dit is het moment dat ik echt, ik stop ermee gewoon. Weet je, laat ook maar dan. Het is allemaal niet gegaan, dus. Maar in ieder geval, ik ga even een masker halen bij de kruidenvatter. Ga ik nu heen. En ik ben er echt helemaal klaar mee. Zo, ik ben weer thuis. Het is zo heet. Het is niet normaal. Ik heb een hot masker gekocht. Mijn haar is echt super droog in de puntjes aan de laatste tijd. Dus ik heb een power masker gekocht. En ik hoop dat het werkt. Het is echt een mega pot. Het is een stop. En een concealer. Een nieuwe. Een donkerdere. Zilver shampoo, zilver shampoo conditioner. En dit masker voor mijn gezicht, want mijn neef had deze ook. En deze is echt goed voor je puistjes en zo. Dus top, dat ga ik gebruiken. We hebben gezellig met mijn zus. Hey. Oh yeah, we gaan de laatste zon pakken. Ja. En we hebben allemaal lekkere dingetjes. Chippies. En broodjes met dip. En pasta salade. Lekker. En water. Ja, doe dat maar in de schaduw. Ja. Top. Ik ben een tijdje verder. Ik ben gedoucht en ik heb me even snel omgekleed. Jurkje van bij Jules Fashion en het tasje van La Bella. En schoenen van Conquet Fashion. En ik ga nu gezellig naar Amee. Vanavond gaan we drinken bij een vriend en ik slaap bij Amee. Dus super gezellig, want ze is weer alleen thuis. En ik heb haast, dus ik moet snel gaan. Wow, het is vandaag donderdag en het is ook 9:15. Oh, ik heb de hele dag gewoon niet gevlogd. Ik weet ook niet of ik deze weekvlog online gooi. Want het is echt een kut weekvlog. Omdat alles weg is. En ja, ik heb gewerkt. Het is zo heet. Ik heb niks gedaan vandaag eigenlijk. Echt gedaan, zeg maar. Het is gewoon allemaal kut. En ja, ik weet niet. Het is gewoon allemaal kut. Ik ga nu naar Bart, dat is een vriend van mij, en hij gaat kijken. Ja, ik weet echt niet precies wat we gaan doen, maar misschien dat we eens kunnen samenwerken. Zeg maar wat hij mij kan helpen met mijn YouTube en zo. Dus ik ga nu naar zijn kantoor toe. Maar ik ga even met de auto, want volgens mij gaat het vanavond onweren. Maar ik moet even de auto verplaatsen. Van mijn oom, want die zat in de weg. Nou, het is inmiddels avond. Ik ben bij Amee. En ze gaat zaterdag eens een feestje geven. Nou, Amee slaat weer helemaal volledig door. Ze heeft allemaal opblaasdingen gekocht. En ik weet niet wat dit is. Allemaal leuke borden. Ze heeft mij pomp geleend. Hier een auto dat je foto's kan maken. Leuk safari hoedje. Top dit. En ze heeft, wat had je nou? Wat had je net nou? Oh, hier. Een bord en dan kan je je hoofd doorheen. Nou, deze meid is helemaal gek in haar hoofd. Hier allemaal bordjes. Disco licht, hè? Nou, wat leuk. Oh, waar is die? Is dat die disco licht? Ja. Wordt dat gekocht? Nee. Ja. Wat geweldig. Ja, dit is altijd handig. Dus ik dacht, oh, dat wil je echt. Maar wij gaan nu naar McDonald's. Nee. Weet je waarom niet? Nou, we zijn bij de McDonald's. Woo! We zijn nu al voor de tweede keer. Ik had net een ham, een cheeseburger en kipnuggets. En nu heb ik nog een McFlurry en dan gaan we een kipnuggets delen. En Amee heeft ook nog een hamburger. Het slaat helemaal nergens op. Maar ja, weet je, het is nu vakantie. Na vakantie ga ik helemaal sporten en zo. En yes, maar hoe vaak ik naar de McDonald's ga, het is echt bizar. Het kan niet. Oh, ik schaam me dood dat ik twee keer voor dezelfde persoon ga. Oh, maar hoe erg. Oh. Ja, dankjewel. De ijsje. Oh,
Dankjewel. Helemaal stuk, ik vergeet mijn eindje. Ik denk, wegwezen hier. Uitval. Ik kan niet meer. Wat erg dit, ik krijg hem keihard weg. Jongens, ik krijg hem keihard weg, want ik denk, ik wil hier nu weg. Ik schaam me dood, dat ik hier nog een keer zit. Vergeet het meisje. Oh, nou, we hebben het weer hoor. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag. En ik moet zo de hele dag werken. Ja. Voor het eerst dat ik een soort van thuis slaap en normaal wakker word. En waarom is het licht zo raar? Het gaat heel op een hele rare stand staan. Ik moet dus zo werken de hele dag. Echt geen zin in. Maar ja, moet ook gebeuren. Ik ga even een koffietje zetten. En ik ga even fixen met mijn SD-kaart. Want die is kapot. En ik wil sowieso een nieuwe. En ik heb ook een nieuwe adapter besteld. Het kost me ook allemaal weer geld. En dan denk ik echt van ja, weet je, het is niet echt mijn schuld. Dat zoiets kapot gaat. Want die adapter die heeft gewoon twee SD-kaarten kapot gemaakt. Omdat ik gewoon mijn stupid face een dure heb gekocht. Ja, zie je. We hebben je gemist. Ik ga hem even ophalen. Oké, vet awkward. Het pakketje is al opgehaald. Dus mijn buurman zegt dat pakketje is gisteren opgehaald door mijn moeder. Ik zei, oh, oké. Maar dat is waarschijnlijk helemaal niet mijn pakketje van mijn moeder. Dus. Maar het zou gisteren aankomen en is het er niet. Jezus. Ik ga even koffie zetten. Dus net even de herinschrijving geregeld voor mijn opleiding. Door de opleiding Creative Business aan de Hogeschool van Amsterdam. En ja, dan zag ik ook dat je natuurlijk weer collegegeld moet betalen. Ik vind het zo belachelijk dat we gewoon weer 2000 euro collegegeld moeten betalen. Terwijl we niet eens naar school gaan. We gaan eens naar het college, dus what the fuck. Ik vind het echt belachelijk. Ik denk, yes, de bel gaat, mijn pakketje is binnen. Maar nee, weer een pakket voor mijn moeder van Pets Place. Ik vraag me echt af. Ik ben gewoon te nieuwsgierig persoon dat ik nu gewoon moet weten wat erin is. Maar ik denk dat mijn moeder gewoon eten voor de kat heeft gekocht of zo. Mijn moeder zat helemaal bezig met mijn kat. Gaat ze allemaal, allemaal bijzondere dingen verkopen. Terwijl die kat geeft gewoon eten. En het is wel prima, denk ik. Maar ja, zo. Ja, zie je, ik wist het. Helemaal zo'n mega doos. Voor een beetje kattenvoer. Ze sport echt niet. Gaat ze helemaal dure eten kopen. Ik zie nog een pakketje met mijn zorg. Yes! De deur staat open, dat is heel awkward. Ha. Oh mijn god, dit is zo awkward. Ik schreeuw keihard. De voordeur staat gewoon open, dus hij zat me echt aan te kijken. Wat doe jij? Ik denk, bruh. Daar gaat hij. Maar mijn pakketje is er wel. Yes! Eindelijk! Nu kan ik kijken of ik mijn SD-kaart kan maken. Ik had dus deze adapter, maar godverdomme, dit vind ik zo irritant. Kijk jongens, ik had dus eerst deze adapter, maar die heeft echt allemaal SD-kaart gesloopt. Ik had net deze nieuw gekocht en hij is nu alweer kapot. En waarom staat het niet scherp? Deze gekocht, nu alweer kapot. En ik heb nu deze gekocht. Deze was 35 euro. Niet ook niet eens heel duur, maar wel even wat beter. En ja, weet je, hier kan ik ook meer mee volgens mij. Dus ik ga even kijken of het mijn SD-kaart te redden valt. Okay, ik had net via een programma geprobeerd bestanden terug te halen. Maar daar moest je opeens 90 euro voor betalen. Dacht ik, bye bitch. Maar ik ben nu met een ander programma aan het proberen. En ik hoop dat dit wel werkt. En ik ga nu snel naar werk. Want ik ben veel te laat alweer. Als ik nu thuis blijf en dit ga afwachten. Dus ik ga nu home. Ik ben nu klaar met mijn middagshift. Ik ga nu even naar de Dirk even wat, ik denk een lunchladen halen. Want het is 4:30 en ik heb vandaag alleen nog maar 1 croissantje op. En dan heb ik zo meteen een avondshift. Dus dat is ongeveer tot 9:30. En ja, Isabel komt zo ook al, want die moet ook werken. Verder, dat is mijn life. En het is super mooi weer. En ik moet werken. Nou, ik heb een lekkere salade. Met Isabel. Yo. Isabel is even eerder gekomen voor mij.
Echt een zus. Ja. Ons. Het is 10 uur. Je ziet mij. Nee, dat zie je me niet. Even kijken. Ik loop op straat. Ik loop naar Boos. 1 minuut lopen. Maar Boos er niet. Maar ik ga gezellig een drankje doen met Isabel en de broer. Ik heb dit leuke jurkje aan van bij Jules Fashion. Tasje van Labella. Ik heb hem opgemaakt en ik ben er al, dus... Goedemorgen allemaal, vandaag is zaterdag. En ik heb vandaag een feestje van Armeen en superleuk. Ik ga nu naar Bo, daar is Bo met haar vriend en 2 andere vriendinnen. En dan gaan we maar gezellig lunchen. En het thema is safari, dus ik heb deze leuke rok aan. Deze shoes van Conquest Fashion, rok van Shein. Topje van Oli en tasje van Labella. Helemaal leuk. Ik wil... Het is een donker beeld. Heel beter net. Ik was net bij Bo gezellig eten. Dat was super leuk. Ik zweet me dood. Het is zo heet. Ik had een... ja, ik heb mijn kleding al laten zien. Maar ik ga nu eens Bo ophouden met de scooter. En dan ga ik naar de pizza. En ik blijf er ook vanavond slapen. Het is zo heet. Ik ga dood. Ik ga je wel even bellen. En ik heb echt zin. We hebben nu het feestje bij Amé. Ga niet rijden, jonge vriend. Lucas Lajos. Feestje bij Amé. Hier zaten we net en hier hebben we al de mensen. Hier kijk. Welcome to the jungle. Welcome to the jungle, ik zal even het masker. Geef even een roomtour. Masker van Sarah pakken, die is zo hard nodig op dit moment. Inderdaad. Nou, welkom. Welkom bij mijn thuis. Welkom bij thuishaven. Het staat er goed, hè, dit? Ja, perfect. Perfect, dit. Wat gingen we ook weer pakken? Masker. Hier. Nou, dit is die van mij. Waar is de paardenmasker? Juist. Ja. Doe ze af. Doe ze af, doe ze op. Huis vast. Hey, hoor. Kijk, hey, jullie, hoe is het met jou dan? Goed. Goed, mijn moeder. Kijk. Mooi. Hoe moet ik doen? Oh, daar regel jij het even. Kijk, dan zie je jezelf. Ja. Kappie. King Lion of the... hoe noem je dat? King of the Jungle. King of the Jungle. Lions. Hé, hey, kom. Wacht, kom maar even. Hey, maak eens even een foto van ons. Foto? Dat is toch een video? Ja. Alright. Het is inmiddels maandag. Ik was gisteren absoluut niet in staat om te filmen. Ik heb de hele dag geslapen en... ja, weet je, ik was gewoon dood. Maar vandaag is het zondag. Maandag bedoel ik, het is alweer 4:30. Ik moet nog een uurtje werken. Dus deze dag staat ook weer nergens op. Maar ik ga nu de vlog afsluiten, want dit was alweer de weekvlog. Volgens mij misschien super kort, omdat ik de helft van de beelden dus kwijt ben. Yes. Ja, vond je video nou leuk? Vergeet niet een duimpje omhoog te geven. Op mij te abonneren. Notificatiebel aan te zetten. Maak hier een screenshot van. En stuur het naar mij op Instagram, op DM. En misschien ga ik je dan wat terugvolgen. En vergeet me ook niet te volgen op Instagram. Dat is Sarah Vervoerd. En... heel erg bedankt voor het kijken en dan zie ik je de volgende keer weer. Bye bye, bitches.